Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Thieme namens de Partij voor de Dieren. Wat zeiden ze? Zitten me erg te plagen, voorzitter. Ja, dat zag ik. Ja. Mag niet. Ik word er helemaal onzeker van. Nou, voorzitter, ik heb toch wel even 3 moties waar jullie mee aan de slag moeten, als het aan mij ligt. Van die Kamer... 2 stoute mannen in een vakka. Ja, gaat u verder. De Kamer gooit de beraadslaging, verzoekt de regering de aangekondigde CO2-heffing ook van toepassing te laten zijn op de landbouwsector. Hij gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Voorzitter, gehoord de beraadslaging constaterende dat het kabinet de belasting op energie voor huishoudens aanzienlijk zal verlagen, omdat de lasten te veel bij huishoudens terechtkomen. Overwegend dat het in het belang is van het klimaat en onze gezondheid om meer groente en fruit te consumeren en minder dierlijke producten, verzoekt de regering de belasting op groente en fruit te verlagen en gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ondertekend door de heer Klaver. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze weer uit van de beraadslaging. Voorzitter, ik heb dit debat uitgebreid stilgestaan bij de landbouwsector, die als het aan dit kabinet ligt weer volop gesubsidieerd wordt in plaats van dat het vervuiler betaald principe wordt toegepast. PBL heeft duidelijk gemaakt dat we, als we een gezonde landbouw willen hebben met meer boeren en minder dieren, dat we echt naar een inkrimping van de veestapel moeten gaan om daar op die manier ook de aarde leefbaar te houden en Nederland ook te verlossen van de mestoverschotten. De Kamer gooit de beraadslaging, verzoekt de regering maatregelen te treffen voor een inkrimping van de veestapel en gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is ook mede ondertekend door de heer Klaver. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Voorzitter, tot slot. Ik ben blij dat dit debat meer zicht heeft gekregen op de voornemens van het kabinet. De conclusie is alleen wat minder gelukkig, namelijk dat het allemaal erg vaag blijft en dat we maar af moeten wachten wat er van terecht komt. En daarom denk ik dat het ontzettend belangrijk is dat mensen op 20 maart naar de stembus gaan om te laten weten wat zij hiervan vinden. Dank u wel. Dan, als het goed is, de heer Baudet heeft zich afgemeld. De heer Van Rooyen is er niet. Dan ga ik naar de heer Van der Staaij. Die heeft geen behoefte aan een tweede termijn. De heer Ascher namens de PvdA.